Beste mensen, we zijn er weer met een nieuwe review. Vergeet niet te abonneren, laat ook even een duimpje achter en laat ook een reactie hieronder in de vlog. Als eerste, hartstikke bedankt Tyson Lee voor het nieuwe glas, voor het reviewglas. Zoals jullie zien, is heel mooi. Even kijken hoe ik het beste kan doen. Pieter Visser Reviews staat erop. Hartstikke bedankt Tyson Lee. Mooi. En dan moest ik even van Robbie gaat even gamen. De groeten doen aan Gerben en Melvin. Nou Melvin en Gerben, de groeten van Robbie gaat even gamen. En dan moest ik ook nog even de groeten doen aan gamen met Kelvin. En aan Scenes Free Design. En dat kwam even zwagbeerts af. De groet maar dan. Bij deze. Vandaag hebben we een nieuwe review. Dat is gaseuze raak. En dan ook voor zwagbeerts. Maar dan weer een andere kleur. Ik had zwagbeerts beloofd om iedere keer nieuwe te doen. Alle soorten eigenlijk. Dat bedoelde ik te zeggen. Nou, dit keer hebben we dan citroen. Kijk maar gezellig mee, zwagbits. Kijk, citroen. Mooi. 0,75 liter. Zoals jullie zien. Even kijken, citroen, ja. Mooi, hij is bijna leeg. Mijn moeder heeft hem helemaal leeg gesopen. Dus ja, dan weten jullie wel hoe het is, hè. Heeft ze alles... Gelukkig is het er nu niet. Dus Reno, ze is er nu niet en ze is nu naar de winkel, dus dacht ik, nu, doe ik nu maar een mooie reviewtje als ze er niet is, die zeur. Nou, laten we eens naar de kleur kijken. Hij ruikt een beetje echt citroenachtig. Nou, mooi. Oh, dat is ook gelijk letterfles. Nou, mooi zo. Dat komt helemaal goed uit. Zo. Mooi. Zoals jullie zien, het is helemaal geel. Het is echt geel. Een beetje geel citroenachtig. Een beetje, het lijkt ook een schoonmaakmiddel van dat allesreinigerspul, het gele. Even kijken, zo kunnen jullie het beter zien, denk ik. Even zien. Zo, kijk. Mooi. Ruikt echt naar citroen. Nou, laat het proeven. Nou, het is wel lekker. Lekker zoet. Maar de prik is er al een beetje uit, proef ik natuurlijk. Maar mijn prik is ook wel lekker. Zo is het om te drinken. Je proeft echt zo'n citroenstrepsel. Strepsels. Jullie weten van vroeger die strepsels nog. Daar proeft dit naar en dan de citroensmaak. Ja, echt strepsels. En dan die gele van citroen. Daar proeft het naar. Dat klopt. Ja. Nou, ik geef dit. Ik geef dit drankje. Gaseuze raak citroen geef ik een 9. Omdat het iets minder was dan die Cool Blue, die was wat verfrissender. En deze is weer wat minder. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van dit filmpje. En laat even een duimpje achter en de reactie onder de vlog. En vergeet niet te abonneren. Nou, later!